Sta ik in beeld? Ik ben sneller. En dan gaan we lekker testen vandaag. En we zijn hier op de Nightcliff Primary School. Dat is een school, een basisschool, waar we al vanaf nu naar 1 hun werkplaats mogen gebruiken. En ook een klaslokaal als kantoor mogen gebruiken. En dat is heel erg bijzonder, want we zijn al ruim 10 jaar nu met deze school betrokken. Het is ontzettend leuk. We kunnen hier hard werken, we krijgen alle faciliteiten die we nodig hebben. Alle mensen hebben gehoord. We zijn er wel redelijk klaar voor. We hebben dus natuurlijk onlangs de simulatierace gehad. Die ging echt even lekkerloos. Dus best wel merkwaardig, alles ging perfect. Geolied team, 1300 kilometer, geknald in bijna 2 dagen. Dus goed, laat maar komen. Ik heb wel zin in, want ik 1,5 jaar geleden begon een beetje aan een project. En dan hadden we altijd over, oké, we moeten door scrutinering heen komen. Want je auto moet gewoon de reglementen voldoen. En wat scrutineren betekent is eigenlijk dat je auto gekeurd wordt en gecheckt wordt of je aan alle regels van de race voldoet. Ja jongens, Jules, kijk eens daar Tokai. Nummer 1. Vorig jaar hebben zij gewonnen. En dit jaar gaan wij ze proberen te verslaan. En ik moet zeggen, hun auto ziet er niet echt indrukwekkend uit. Maar ze schijnen bijzonder goede zonnecellen te hebben. Dus dat wordt wel spannend. I think Nuna 6 is a really tough competitor. Are you from Nuna 6? Right. Yes. But Nuna 6, we're gonna win. We hebben een officieel bandje, moeten we dragen tijdens de race. Dus die moet omblijven. Het zal een beetje vervelend worden, maar dat is bewijs dat we zijn gewogen en dat we mee mogen doen, dat we mogen rijden. Dus, dit kleine zakje mag dan mee de auto in met mij. Het wordt mijn vriendje voor de komende week. Hij is zelfs zo goed dat ze een foto van gemaakt hebben en in het volgende reglement gaan maken. Want daar komt een soort van zo moet je een batterij maken het plaatje in. En die was van mij. Yeah. Hey, we zijn het eerste team. Het eerste team. We hebben de dag 2 van de scooter neer. Ze zijn het eerste team die alles in één keer heeft afgecheckt. Alles in één keer afgevinkt.